zeker. De financiën is heel belangrijk. Als je het financiële plaatje niet rond hebt, dan kun je met zo'n groot project überhaupt niet starten. Dan mag je überhaupt van het Bisdom Roermond ook uit niet starten. Het moet eerst inderdaad risicoloos dichtgetimmerd zijn. Voor in de sfeer te blijven. Om in die sfeer te blijven, inderdaad. Maar, en dat kan niet zonder de grote subsidiënten die we hebben kunnen aanspreken. En daarbij moet ik op de eerste plaats noemen de provincie Limburg, die hier meer dan 1 miljoen euro in stopt in het gehele restauratieproject. Dat is ook uitzonderlijk veel. Daar zijn we enorm de gedeputeerden dankbaar voor en de verantwoordelijke mensen bij de provincie. De gemeente Landgraaf die daarin bijgedragen heeft. Het Bisdom Roermond dat daarin bijgedragen heeft. En dan blijft natuurlijk de rest over voor de eigen parochie. De eigen parochie die bijdraagt in eigen middelen. Kijk, ja goed, je kunt beginnen, maar dan moet je natuurlijk ook een stuk eigen vermogen aanspreken. Maar je kunt niet alle eigen centen opmaken. Je moet ook nog wat kapitaal achter de hand hebben om als parochie draaiende te blijven. Hè. Je moet nog genoeg spek op de ribben houden, ook voor die toekomst natuurlijk, ook voor onvoorziene dingen. En daarvoor is het gewoon zaak dat dat eigen vermogen zo min mogelijk wordt. We hebben nu een afspraak met Leo Pieters. En Leo Pieters is de eerste koster hier in de kerk Peters en Paulus de Schaatsberg. Hij heeft uiteraard uit hoofde van zijn functie, heeft hij dus de renovatie van Kortbij kunnen volgen. Ja. Leo, de eerste vraag. Wanneer is de renovatie aangezet? Welk jaar? Nou, dat is 3,5 jaar geleden nu. Dat is 2014 geweest. Hè? 2014. We zijn ze begonnen en, met de toren. Mm-hmm. Die is helemaal uitgekapt geworden. En alle stenen die wat niet goed waren, die zijn vernieuwd geworden. Ja. En toen de buitenkant klaar was, zijn ze met de binnenkant. Als je zo ziet, staan we hier tegenover een gat waar ze uit aan het hamer zijn, in verband dat er scheuren zijn geconstateerd. Hè? Je ziet hier een breuklijn in zitten. Je loopt zeker tot de meter door, dus dat wil zeggen dat hij compleet eruit gehamerd wordt. Die scheur is schijnbaar ontstaan. De aardbeving. In 1960 is deze kerk ook al gerenoveerd. Is het niet wat kort? Daarop 50 jaar. Nou, weet ik niet. Alles versleet, hè? Kijk. Waar zie je aan dus dat inderdaad dus het metselwerk links en rechts vervangen moet worden? Wat ze in de tekenen? Nou, dat kan je zien. Daar wordt gekeken op breuken. Daar wordt gekeken op losse stenen. En ze worden geklopt. Daar wordt goed naar gekeken. En scheuren. Dan wordt er meer weggehaald normaal, als de bedoeling is, puur voor de massief. Tegen massief een groot stuk krijgt waar stabiliteit geeft. Hè? Ja, ja. Dus, en de rest wordt gewoon uitgetankt tot een vaste steen die goed stevig vast zit. En dan wordt dat gewoon omhoog getrokken met messelwerk weer. Hè? Okay. Normaal krijgen wij altijd de verhoudingen van de metselspecie van het Bisdom. Dus en dat kan van kerk tot kerk verschillen. Dus het is heel belangrijk wat de ondergrond is. Hè? De ondergrond is wat achter zit, waarmee gewerkt is. Nu is in deze kerk is heel veel uitgerepareerd. Waarschijnlijk door een aardbeving of door mijnverzakkingen wat plaatsgevonden hebben. En zoals je hier kunt zien, is de verkeerde specie gebruikt. Die specie is veel te hard. En het water kan niet naar buiten dan meer. Dus daarom hebben wij een speciale specie met speciaal cement. En hoe speciaal is die? Nou, wat de cement doet, dat is de Sibelor cement. Door allerlei agressieve invloeden van het klimaat, van het weer, gaat de muur, als je gewone cement gebruikt, die gaat wit uitslaan. Dat is een verhouding van 12 zand en dan gebruiken we 2 kalk. En die kalk die wordt speciaal weer in Duitsland gehaald. Want dat wel het Bisdom weer dat we alleen die kalk gebruiken. En dat gebeurt dus ook. Dus de deskundigheid zit niet alleen bij de aannemer, die zit ook bij het Bisdom. Ja, op het Bisdom natuurlijk. Heel vakkundig met
met zoiets opnemen en wat gaan we ermee doen? Hè? Ja. We moeten nu voor je uitgeleid, maar alles erop. Afhankelijk van die maat, hè? Ja. Als je daar 20 is, dan moet je gaan kijken waar je kunt. Ja. Daarom is er heel veel naam, hè, dat er nu beschoppen kunt. Hè. Dat is net wat ik straks zei, die beoordeling over de houtwerk. Hè. Ooit wordt er heel luchtig over gekeken, maar de leiendekker moet veel te werk doen. Hè. En meestal is het ooit achteraf van shit, waarom hebben ze dat niet meegepakt of genoeg? Hè. Ja, ja. Kijk, je krijgt een deel spijkerwerk waar ze daarna gewoon goed aan moet trekken. Hè. Ja. En dan moet ze lijn goed vastzitten van de bouw. Dus dat ooit hoeken die uitgeleefd zijn, hè. Dan krijg je een situatie van de rijdekker van, hey, moet ik die op kunnen hangen? Of, ja. Of we zeggen, we pakken zoveel procent uit het dakbeschot wat we vernieuwen. Hè? Ik ben nou, is dat heel fijn als dat allemaal vernieuwd is. Ook dat het fijn draagt, dat het niet dempert. Ja. Kijk, en je ziet de leien om en om gaan, hè? Ja. Dat is voor het afwatering, hè? Het water geeft van punt naar punt, van links naar rechts. Ja, want als wij een hoek leggen, is je 100% waterdicht. En dan kun je ook zien hoe het met elkaar nou overlappen, ziet hè? Ja. De terugval van die linkse lei, die rechts gaat er nou over in, hè? Dat is het mooie dat werkt, hè? Hier dan? Ja. Heel leven de vlechten nog, hè. Je hebt tenruitlijnen, hè. Die is voor harder. Dan is het ooit heel veel, als we zo'n lijn klaar hebben met kappen, dat je op de laatste slag breekt. Hè? Dat is een heel hard product. Hè? Ja, kijk, ja. Dat moet je hebben. Ja, dat moet je hebben. Ja. Dat is van. Ja, dat is nou gewoon, dat is gewoon een vakkennis bouwen. Maar als je al 35 jaar bent. Het ligt er fijn op allemaal, hè, strak. Ziet er goed uit. Altijd nog eens nalopen als het klaar is, hè. Want het is even goed een natuurproduct, hè. Vierkante meter dak wordt vernieuwd, ja. 1000. 1000 meter. Ja. En we constateren dus dat het dakbeschot ook vervangen moet worden. Wat is de aanleiding daartoe? Nou, we hebben toen gekozen voor, voor bekeken van hoeveel procent is er aangetast of gewoon slecht is. Hè? Dus dat wil zeggen op de kopse kanten, beneden waar er goed aangezet wordt, de hoeken, etcetera. Dus ook de groeven die los liggen ver uit elkaar. Hè? Dus als je een gooiing hebt en denk je rond 2,5 meter, 3 meter uit elkaar, dan ga je het verwerken van de lei gaat zijn dakvlak denteren, dat gaat veren. Dus je krijgt gewoon heel veel breuk in de leien om het verwerken. En dat zijn dingen waar je momenteel heel goed op moet letten. Hè. Dus die ondergrond, dus moet, dan in dit geval het dakbeschot, moet heel goed stevig zijn. Dat is heel vanaf het leiwerk. Hè. Ja. Dus, het
het zinken dak, dus de zinken goed, dat gaat 45 jaar mee, dan daarna ja, wel langer, dan gaan we langer mee. Gaat wel langer mee. Ja, dat ligt ook aan hè, waar je aan duiven hebt. Hè. Zink wordt aangetast door de ontlasting van de duiven. Hè. Het zuur wat erin zit, daar wordt naar gekeken. Maar ook vroeger weer de daken gemaakt met een koperhaak. En koperwater met zink, dat bestaat niet. Die RVS-haak. Is zeker kostbaarder, maar je krijgt ook heel lang voor terug. Hè? Ja. Dus de levensduur is zo'n roestvrijstalen versleet, versleet je nooit. Nooit. En dat is mijn kopergoot ook. Ja. Deze goot die is rondom het kerkgebouw. Die zit compleet rondom de afwater van het kerkgebouw. De middenschip, de zijbeuken en de rest van het water gaat via de hemelwaterafvoer naar beneden. Die gebruiken dus de dikste zink. Dus de zink waar je kunt krijgen, ja. Ja. Dus dikke bestaat niet. Nee, dikke bestaat niet. Hè? Prima. En dan komen we op een detail van de soldering, hè? Ja. Dus een opstand van het zink moet altijd gebrugd worden. Ja. Dat moet altijd gebrugd worden. Je ziet die lijnen daar al, als je kijkt, allemaal van die nokken erin zitten. Hè? Ja. Dat is puur ook voor de stevigheid te creëren van het product, het metaal. Hè? Heb je een vlakke boom, dan moet je hem vlak solderen. Zo'n boom moet natuurlijk ook uitzetten. Je moet kunnen werken en er wordt rekening mee gehouden op de hoeken. Ja. Dat kun je weg. Dan moeten we altijd zorgen dat, dat je wat weg kan. Okay. Of we zetten expansies in. Mm-hmm. Dus er zijn kopschotten, een schuif voor de werking. Ja. Maar dat ligt natuurlijk aan hoe loopt de goot af. En de lengte. Waar gaat het water heen? Hè? Mm-hmm. Dus hij moet wel af kunnen lopen op het water. Niet dat je daar blijft staan 10 centimeter. Nee, nee. Hè? Want nee, dat is niet de bedoeling. Hè? Niet dus we gaan ervan overuit dat dit gewoon goed gemaakt is. En daar twijfel ik ook een minuut aan. Dat naar de hemelwater afvoer gaat. Het heeft 8 maanden geduurd, plus minus. Hoe lang heeft de renovatie geduurd van het dak plus het houtwerk? Dat is 2 jaar geweest. 2 jaar? Ja, ruim. 2 jaar. Ja. 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 Dingen tegengekomen van je zegt, nou, dit is vermeldenswaardig. Ja, dat is dus hier het binnenwerk, ja, boven de gewelven. Ja, dus, ja, dat is allemaal arbotechnisch hersteld geworden. Mm-hmm. Dat is allemaal nieuw werk, dat is fijne looppaden. Je kunt naar ieder raampje kan je lopen en je kunt boven het priesterkoor komen. Ja. Dus, er kan eigenlijk niks gebeuren als een bezoek. Als je een beetje uitkijkt, niet meer. Ja.
Die welven zijn allemaal afgesmeerd geworden. Ja. In verband met de scheuren wat er waren. Ja. Planken. Ja. Ja, die zijn vrij dik. Ja. Ja, ja, ik dacht een centimeter. Ja, drie. En, ja. Speciaal. En zijn er ook nog balken vernieuwd? Of was dat op dat moment nog niet nodig? Ja, dat is een kunstwerk. Ja, dat is een kunstwerk. Ja. Ja. En hoe de leien erop gekomen zijn, dat heb je gezien? Ja, natuurlijk. Ja, met de neus op, ja, dus bovenop gezien. Vakwerk. Ja, het is een stukje prestatie, hè, hetgeen wat hier geleverd is. Hè. Opmerkelijk is, wat mij opvult, is dat er heel veel werk is gedaan waardoor het oog onttrokken is. Dus ja, is de Christus is eigenlijk een beetje een vertekend beeld over het bedrag wat nodig wordt weer voor die renovatie. Ja, zeker weten. Ja. Want ik wil niet weten hoe lang ze hier met dat houtwerk allemaal bezig geweest zijn. Ja. We zijn met de laatste fase bezig en dat is de fase, de restauratie van de gebrandschilderde ramen in de kerk. Naast mij staat mevrouw Vlos, Henriette Vlos, en zij is directeur van het atelier waarin de ramen gerestaureerd worden. Het is een middelgrote opdracht. Echte grote projecten zijn als we eigenlijk alle ramen moeten doen. Hier zijn de andere ramen, zijn al de niet gebrandschilderde ramen althans, waar alleen maar ornamenten in zitten van brandschilderwerk. Die zijn al een aantal jaren geleden gerestaureerd. In deze fase nemen wij alle gebrandschilderde ramen uit. Die worden in het atelier gerestaureerd. En nadat ze teruggeplaatst zijn, worden ze aan de buitenzijde beschermd met glas, met veiligheidsglas. Het is gewoon, de ramen worden algeheel gerestaureerd. Dat houdt dus in dat allereerst worden de ramen ter plekke gefotografeerd. Dan worden ze uit de sponning genomen. De openingen in de muur worden nooit dichtgemaakt. Dan worden ze omzichtig vervoerd naar het atelier. Want een restauratie van een glas- en loodraam is in feite dat je al het oude lood ertussen uithaalt. Want het oude lood is dusdanig verouderd dat het niet meer stevig genoeg is om de ramen goed bij elkaar te houden. Het glas goed bij elkaar te houden en dat het dus stevig genoeg is. Er waren de ramen op de Christenkoor bijvoorbeeld, die zijn in dusdanige staat dat eigenlijk restauratie ook nu noodzakelijk is. Want de onderste ruitjes, het breukbandje noemen we dat, die waren al helemaal door de tand destijds helemaal stuk gegaan. Ja. Dat breekbandje, glas- en loodramen worden in een kerk nooit in een kozijn geplaatst, maar die staan rechtstreeks in de steen. Om ze dan stevig vast te zetten, moeten ze afgevoegd worden met mortel. En moet je een paneel eruit nemen, dan moet je die mortel wegkappen en dan heb je kans dat de zijruitjes stuk gaan. Vandaar dat die glaasjes rondom de raam meestal niet beschilderd zijn of eenvoudig beschilderd zijn. En dat noemen ze dan ook de breekbandjes. We kunnen zien dat er vaker reparaties geweest zijn, maar ook is er waarschijnlijk al een keer een restauratie geweest. Wat op zich heel logisch is, want de ramen zijn van Atelier Nicola en ze zijn dit jaar 100 jaar oud. Het lood gaat normaal 50, 60 jaar ongeveer mee. Het voordeel is dat deze ramen bij de vorige restauratie heel goed gekit zijn. Houdt dat in? Voordat de loodvleugels tegen het glas aangestreken worden. Lood is een H-profiel, een hoofdletter H, ja, waar je aan twee zijden het glas inschuift. En voordat je vleugels tegen het glas aanwrijft, wordt er een kit tussen geborsteld. En die kit zorgt ervoor dat de ramen wind- en waterdicht zijn. Ja, ja, ja. En die kit die zit zo stevig vast dat die eigenlijk het lood en het glas nu bij elkaar houdt, omdat het lood verweerd is. Ja, goed, ik denk hier, die denken over de afwerking van het voet.
Ik heb hier lange stonen, maar nog Ja, dat is het voordeel van de glas. Hè. Je kunt er doorheen kijken. Vervolgens is men begonnen dus met de renovatie binnen de kerk. Daar hebben we dus veel opnames van gemaakt. Ja. En weet jij nog erin hoe lang dat geduurd heeft? Binnen in de kerk heeft het een jaar geduurd. Ja. Miserie is namens het kerkbestuur, had ik goed begrepen, verantwoordelijk voor het bouwkundig contact tussen de aannemer en de opdrachtgever. De renovatie van de totale kerk, hoe is dat verlopen? Nou ja, als ik met het einde begin, met het resultaat, dan kan ik alleen maar zeggen perfect. Tussendoor zijn natuurlijk toch wel wat dingen geweest over niet verwacht houden, et cetera. Dus. Maar alles is goed op zijn pootjes terechtgekomen. Nou, wat niet goed is gegaan, het is eigenlijk onvoorzien geweest. Namelijk dat het metselwerk wordt plaatselijk enorm slecht. Andere punten worden dat toch wel meer stukwerk vervangen is moeten worden als wat verwacht wordt. Delen wat überhaupt niet verwacht wordt, dat men door vroeger met gips gewerkt had, ja, dan moet ze dat gans weg worden, want gips dat is uit de boze. En dat is nu allemaal met kalk gedoren. Ja. Zeg Wiel, wat zouden de eventuele consequenties zijn geweest wanneer deze renovatie 10 of 15 jaar wordt opgesloten met betrekking dus tot het metselwerk? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, we gaan
enorm veel geluk gehad. Op de eerste plaats win ik de toerenpak. Dus dat zien we ook wanneer het de uitbloei is. Dus dat het witte een beetje uittrekt. Dan ziet ze boven een groot vlak. Dat is onoverkomelijk geweest, want dat hele vlak dat hing los. Dus dat hou ja, gewoon binnen een korte tijd worden naar onder gekomen. En dat hadden we gelukkig kunnen redden, omdat er ook nog een aantal ankersoorten, waardoor die moer op de plaats gehouden. Dan kon ik hij aan de oostkant van de kerk. Daar is een gedeelte, daar wordt een breuk. En die zien we ook achter in de toren. Dus vermoedelijk is dat een doorgaande breuk. Of het met mijn bouw te maken had, het zou best mogelijk zien. Maar in ieder geval wordt het door zo slecht dat die muren bijna naar binnen worden klappen. Dus als dan die restauratie doen, dan worden we weer vooral echt ja, voor zijn net op de tijd geweest dat we dat alleen aan kunnen herstellen. Namens alle kijkers van Omroep Landgraaf hartelijk te bedanken voor het werk wat ze, het enorme werk wat ze hebben gedaan. En hartelijk dank voor dit interview. Nou, ik ga het graag door. Ik vond het zelfs een voorrecht om te maken doen, om namens de parochianen, hij dus dit werk met alle aannemers en alle mensen die erbij betrokken worden, vrijwilligers van de kerk, noem maar op, dat dat tot stand gekomen is. En dat is dat hebben we gezamenlijk een prachtig initiatief uitgevoerd. Ja, mooi onder woorden gebracht, hartelijk dank. John, welke veranderingen, CQ-verbeteringen zijn aangebracht? Ja, restauratie is het te groot woord. Ik denk dat verbetering eigenlijk het juiste woord is. Met name de trap is aangepast. Het probleem wordt dat de eerste trede heel diep wordt, waardoor de mensen struikelden. En als het naar het luik kijkt, wat de ingang eigenlijk van de grafkelder is, dat wordt tamelijk doorgeroest. Dat is helemaal opnieuw gemaakt. En dus wel de originele dingen zoals het kruid, die zijn weer herplaatst. En dat is nu ook weer in orde. Daarbij zijn de leuningen een beetje verlengd, zo is het zus. En in de grafkelder zelf zijn nog het aanpassingen. Met name aan de nissen hebben het aanpassingen plaatsgevonden. Om te proberen het vocht in de nissen, om dat wat te weren. Hebben voor eigenlijk de glasruiken die vroeger gewoon sluitend worden, die zijn nu iets wat ventilerend aangebracht. Ja. In ieder geval wat lucht in de nis. Met betrekking dus de hoogte van de entree, daar is niets aan veranderd. Dat zal zeker een reden hebben. Nou, de eerste en belangrijkste reden vind ik persoonlijk is dat, dat ze datgene wat authentiek is en oud is, dat ze dat zoveel mogelijk moeten laten. Dat wordt ook het uitgangspunt. We hebben geprobeerd om alle dingen die van oudsher horen, om die te handhaven en net te verbeteren. Dus wat dat geeft is, inderdaad, de grafkelder met zijn binnenlips, ja, dan moesten ze voorzichtig zien dat ze er kop naar stuurt. Maar ik vind dat dat wel een bepaalde charme had aan de grafkelder. Het had natuurlijk te maken met het feit dus dat voor 300 jaar terug dus de lui gaat klinder worden. Ja, de lui worden toen inderdaad veel klinger. We zitten nu allemaal gaat langer en dus ja, dan moeten we ze maar een beetje aanpassen en gaat meer bukken wat hij. Daar is niks aan te doen. Ja, wat mij ook opvalt, John, is het gegeven dus de sluiting van de grafkelder. Is daar, zijn er ook veranderingen aangebracht? Nee, dus de sluiting van de deksel eigenlijk, het afsluiten van de deksel is, zeg maar, ja, teruggebracht zoals wie het ook bij de originele kleppen gemak is. Ja. Dat is dus net veranderd. Ja. Er waren ook geen mensen. Vroeger was gewoon, hadden ze hier wat muurtjes gemetseld, lagen wat planken op en daar werd men opgezet en bijgezet. Die nissen zijn dus uit 83.
allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ga dan maar heen in vrede. Wij danken. Goedendag, monseigneur. Voor u, geen onbekend terrein, hij. Je wordt van 1968 tot 1977 kaplaan in de priesterlijke loopbaan. Je wordt toen meteen geconfronteerd met een beetje ellende en dat wordt de mijnsluiting. Denk je er nog wel eens aan terug? Dat was een beetje ellende, dat wordt enorme ellende. Hè? Zo'n wijk wie de Hazen, daar worden vrijwel alle gezinshoofden heen. Op een gegeven moment, die hand, dat hoel op. En dat worden soms manslui van half in de 40, hè, die dan met pensioen al moesten gaan. Ja, dat wordt niet zo eenvoudig. Behalve dat ongewoon wordt, dat die manslui opeens heen boren, wordt op de duur natuurlijk ook onbevredigend voor het ganse gezin. De pap is zomaar heen. Ja, had ik ook niet. Wilde mam niet? Wilde mam niet, had niet richtig werk mee omheen. Worden wel natuurlijk financiële regelingen, maar het wordt een ganse verdrietige periode eigenlijk. Monseigneur, houdt dat ook nog gevolgen voor de organisatie als kerk? Eigenlijk net verstongen door als kerk boete. Die tijden van Poels worden voorbij. In die tijd worden Poels gans intensief de vakbonden oprichten enzovoort. Dat wordt nu allemaal al bestong. En dat ging zijn eigen weg, dat houdt zijn eigen wetmatigheden. De regering had dat besloten. Als kerk stond ze door gans neven. Je kon niet meer wie loesteren en kijken wat allemaal uurvol gebeurde. En de lui hun verhalen te doen. Dat hangt natuurlijk ook hoes en hoes metgemaakt toen. En de kerk houdt hij zeker een begeleidende functie, neem ik aan. Nou, in de persoonlijke sfeer, het beloesteren van het leed en zo gaat. Maar net in het organiseren van de maatschappij. Dat worden die tien uur hier. Zeg, had je ook nog leuke, dankbare herinneringen aan de periode dus dat je erheen zit geweest? Ja, dan moet je zich bedenken, dat is bouw 50 jaar geleden. De lui die toen 30 waren, wie duur, zijn nu bouw 80. De lui die toen 40 waren, zijn we allemaal dood. De lui die toen 20 en 10 waren, zijn nu 60 en 70. Dus eigenlijk is dat dorp van toen weggestorven vrijwel. Ja, er zijn nog een aantal uur voor, maar dat zijn er niet zoveel. En dat geldt niet voor mijn herinneringen, want die liggen natuurlijk ook aan al die niet meer zijn. In die titel hebben we geweest, had ik geloof ik 400 lui met begraven. Die ze allemaal goed gekend hadden en met gekald en weet ik wat allemaal. Ja, dat is lang geleden allemaal. Ja, voor beide van ons. Dat het dorp, wie is dat gekend had, eigenlijk is voetgestorven, grotendeels. Op een paar luno, wie duur? Ja. Nou, ik ben er nog steeds en ik hoop ook nog een paar jaar te blijven. Ik wil u wensen, ondanks uw handicap met betrekking dus tot het zicht, je gaat in emeritaat eind dit jaar. Ik wens u veel humor, want die Rotger, veel humor voor door die periode, wat u hopelijk nog rest, door te komen. Hartelijk dank voor dit interview, monseigneur. De vriendelijke woord en de wensje. Naast mij staat pastoor Jonge, de pastoor uiteraard van de Peters en Pauluskerk hier in Schaarsberg. Vergond u voor op het plat, meneer pastoor. Mooi zo. Wie had je de afgelopen 4 jaar ervaren? En houdt het in telegramstijl? Het is eigenlijk wat ik in der Deens had willen aangeven. Het is een jaren van verbondenheid. De geest een werkzame aan, de geest een traject aan om een kerk gans te gaan renoveren. Dat begint ze eerst met de toeren en uiteindelijk daarvoor dat afronden met een totale binnen- en buitenrestauratie. En dan zie ze dat lui ook groeien in verbondenheid. Want heel het hobbels moeten overstaan samen. Noem dat een paar van die hobbeltjes. Natuurlijk, de financiën. De financiën, dat is een groot probleem. En krijgen we het wel gefinancierd? En krijgen we het wel rond? En krijgen we de subsidies die we hier willen binnenhalen? Krijgen we die wel allemaal binnen? En dan zie ze toch dat mensen met partijen in gesprek blijven, constructief, samen gaan zoeken naar oplossingen. Dat het ons dan tot uiteindelijk gelukt is, dat stelt alleen maar tot tevredenheid en tot dankbaarheid. Dus dat zijn jaren geweest van verbondenheid, van saamhorigheid, waarin we eigenlijk ook samen met elkaar zijn opgetrokken om dat ene doel te bereiken. Maar ik kan niet onderkennen, ook tropenjaren. Dat waren natuurlijk ook jaren van heel hard werken.
En dat ik nu ook eigenlijk vroeger ben dat het nou afgerond is. En dat ze weer eens de tijd en de aandacht en de zorg kan schrijven aan de dingen waar ze als parochieherder uiteindelijk ook voor door is. Goed, dat is natuurlijk, ik hoef het niet alle nuierling te doen. Ik kan ook zaken delegeren, maar uiteindelijk blies ze eindverantwoordelijke doorin. En ik heb natuurlijk ook een pastoraal team, een kerkbestuur, een stuurgroep achter me staan. En natuurlijk niet te vergeten die talloze vrijwilligers met onze parochies. Dat we die toch immer weer kunnen motiveren en stimuleren, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ja, het gewone werk, ook in een Angerkerk in het afgelopen jaar, ging gewoon durig. En dan ben ik ontzettend toch dankbaar dat we dit met z'n allen hebben kunnen realiseren. Maar ook blij dat we nou weer in het gewone ritme kunnen komen en weer hij in ons eigen kerk heen zijn. Ja. Meneer Pastoor, mag ik u net alleen hartelijk feliciteren met dat bijzondere resultaat. Ik feliciteer ook namens de omroep de hele gemeenschap Schaatsberg. Veel succes in de toekomst. Ja, graag gedaan. Dank je wel.